De vraag naar zorg groeit enorm door toenemende vergrijzing. En daarmee ook het aantal banen in de zorg. In de afgelopen jaren met ruim 5000 gegroeid en daar komen er dit jaar nog 500 bij. Alleen al in de Drechtsteden. En daar heb je natuurlijk wel mensen voor nodig. Die zijn hard nodig omdat we eigenlijk nu al een enorm tekort aan medewerkers hebben. En dat tekort dat wordt de komende jaren alleen maar groter. Er wordt verwacht dat eigenlijk nu zijn 1 op de 7 medewerkers of werknemers werken in de zorg. En dat moet naar 1 op de 4 om het zorgtekort aan te kunnen. In Zorgtehuis Bleijenborg in Hendrik Ido Ambacht leidt zorgtalent mensen op die van baan wisselen en in de zorg willen gaan werken. Zij-instromers worden zij ook wel genoemd. Rianne Abrahams is zo'n zij-instromer en laat zich via dat traject omscholen van schoonmaakster tot zorgmedewerker. Ja, ik heb heel veel met oudere mensen, met mensen met een beperking. Al van kinds af aan heeft me dat al heel erg getrokken. Maar ik was heel vroeg moeder, dus ja, ik vond dat op dat moment belangrijker als een carrière. De bewoners uit bed halen, koffie drinken en een praatje maken. Eigenlijk alle dagelijkse bezigheden komen voorbij. En je krijgt er ook wat voor terug. De enthousiasme van de mensen ook. Je krijgt al heel veel dankbaarheid terug. Als je eenmaal mensen aangekleed hebt, dan is al gauw een dankje wel. In de afgelopen jaren zijn er meer dan 5000 banen bijgekomen in de zorg. Waardoor er werknemerstekorten zijn ontstaan. En laat Zorgtalent daar nou een oplossing voor hebben. De zij-instromers die zorgen ervoor door de verkorte opleidingen door het roadmap te leiden dat er dus niet altijd meer 3 jaar op opleiding nodig is. Wat betekent dat we eigenlijk sneller mensen aan het bed hebben. En ook dat de kwaliteiten medewerkers op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Maar hoe word je nou een zorgtalent? Nou, eigenlijk is iedereen geschikt voor het zorgtalenttraject. En de enige vereiste die we hebben is dat je een hart hebt voor de zorg en een wens om in de zorg te gaan werken. Vindt u het leuk om te doen? Bevalt het hier? Ja, zeker. Anders had ik er niet mee doorgegaan. Dan had ik hier niet gestaan, nee.